Dit ging niet helemaal goed. Deze truck is bij de ingang van de DAF in Eindhoven vast komen te zitten onder een viaduct. In een wel hele bijzondere hoek. De bestuurder was vergeten om de kranen achterop de truck naar beneden te doen. Waardoor die tegen de rand van het viaduct aanbotste. Toen werd de voorkant van de vrachtwagen omhoog gelanceerd. De chauffeur raakte bekneld in de cabine. Brandweer, politie en ambulances kwamen snel ter plekke om de man te bevrijden. Ook kwam een heftruck uit de DAF-fabriek goed van pas, zodat de brandweer boven bij de cabine kon komen. Het is ze uiteindelijk gelukt om de bestuurder te bevrijden. Hij was gewond aan zijn hoofd, maar kon wel zelf uit de cabine klimmen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.